In Oost-Gelre deden 8 partijen mee. Het opkomstpercentage in Oost-Gelre was 58%. En dat was iets lager dan 4 jaar geleden. Grootste partij blijft het CDA, dat 7 zetels heeft. Ook coalitiepartij VVD bleef stabiel met 5 zetels. Onafhankelijke Oost-Gelre, Oog, boekte 1 zetel winst en ging van 5 naar 6 zetels. De PvdA verloor 1 zetel. Nieuwe liberale Oost-Gelre behielden de ene zetel. Ook Paul Wallenbos, die zich afsplitste van Oog, behield met zijn onafhankelijke lijst Wallenbos, OLW, zijn ene zetel. GroenLinks en de Nieuwe Democraten Oost-Gelre haalden helaas geen zetel. Zoals het er nu uitziet, hebben we 1 zetel. We hebben niet verloren, maar ook niet gewonnen. Natuurlijk valt er straks nog misschien met restzetels een iets andere uitslag. Maar dat zal niet anders zijn dan de tendens van vanavond. En dan kan ik alleen maar zeggen dat een cliché, de kiezer heeft gesproken en die heeft altijd gelijk. Ik wil de winnaars van vanavond nu al feliciteren, want dat ziet er gewoon in. En dan hoop ik alleen maar dat de rest morgen en overmorgen keurig netjes wordt afgekaart. En dan kunnen we 4 jaar constructief gemeentepolitiek bedrijven. En ik hoop dat we daar zoveel mogelijk onze schouders onder willen zetten. Jerry. Dank u wel. Nou, voor ons is de uitslag teleurstellend. Wij hebben geprobeerd om van een landelijke partij een lokale partij te maken. In de hoop dat men toch op ons zou stemmen. Wij hebben waarschijnlijk 100 stemmen tekort voor een zetel in de gemeenteraad. Dat spijt ons zeer, we vinden het heel vervelend. Maar waarschijnlijk komen we wel terug. Dank u wel. De Partij van de Arbeid is de grootste fractie geworden in Amsterdam, hoor ik. Dat is ons helaas niet gelukt, maar daar hadden we ook niet op gerekend. Toch is dit wel een wat teleurstellende uitslag, als dit althans zo blijft. Want we hadden het natuurlijk graag met 2 zetels verder gegaan, daarmee ook heel veel ons best voor gedaan. We gaan zien hoe dat uitpakt. In ieder geval felicitaties natuurlijk naar alle fracties die een heel goede uitslag hebben gemaakt. En we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Jan Dirk. Wij wisten van tevoren, alle begin is moeilijk. We kregen dat mee van fracties uit andere gemeenten. En we hebben een ontzettend leuke campagne gevoerd met een heel leuk team. En het is natuurlijk heel jammer dat we niet door mogen. Maar wat wel fijn is dat het groene geluid dat blijft hoorbaar in de gemeenteraad door Paul van harte. En ook alle andere fracties die het heel goed gedaan hebben. Van harte gefeliciteerd. Ja, wij zijn als alweer erg blij met 1 zetel. We hebben er hard aan gewerkt de afgelopen 1,5 jaar en de laatste maanden met het pleinteam. Heel leuke mensen. We hebben echt een leuke campagne gehad. En ik ga ze dadelijk nog wel een biertje of 2 drinken. Zou de rest van het biertje wel bij de VVD landen? Want ik hoorde dat City was voor de feestpartij. Nou, dan hebben wij in ieder geval daar gewonnen. Allereerst wil ik de CDA feliciteren. Duidelijke winnaar. Oog gefeliciteerd met zijn extra zetel. En het is altijd zuur als je hier met elkaar op rij staat. En 2 mensen die niet in de raad terugkomen. Maar ik hoorde strijdbaar dat ze in ieder geval op de achtergrond actief blijven. En over 4 jaar denk ik dat we elkaar weer tegemoet gaan komen. Dus VVD zijn de... Licht tevreden, stabiel gebleven. Denk een beloning misschien voor het beleid afgelopen jaar. We hebben zelf de lijst wat kunnen verjongen, dus we kunnen ook daar weer vooruit. En wij komen in ieder geval weer strijdbaar terug. En ik wens CDA's grootste partij succes in de lead in de komende onderhandelingen. Ronald. Ik stond hier met een glas bier in de handen. Heel goed dat wel, dat even afpakken. Ik wil allereerst iedereen die op ons heeft gestemd, voor zover hier aanwezig, zeker niet allemaal, gelet op een aantal zetels, ontzettend bedanken voor het vertrouwen wat ze in ons hebben gesteld. Het doet echt ons heel goed. Ik wil ook iedereen die voor ons campagne heeft gevoerd heel erg bedanken. Ik wil ook CDA Walter Heemrijze feliciteren met de overwinning. Ik wil ook onszelf feliciteren. We zijn er heel erg blij mee en we gaan onze blik richten op de toekomst. En dat betekent als je gewonnen hebt dat je ook open staat voor samenwerking.
En die uitdaging gaan we in de komende weken graag aan. Dank jullie wel. Dankjewel, Ronald. Op de eerste plaats wil ik al onze kiezers die op ons hebben gestemd van harte danken voor hun steun, hun stem op onze partij. Daarnaast wil ik op de eerste plaats natuurlijk de OOW, en dat is knap, met één zetel. Paul, welkom in de raad, nu ook via een verkiezing. Hè. Dankjewel. En ik maak er ook oog en feliciteren met de winst. En ja, ik snap inderdaad dat het, ja, dat is eenmaal zeg maar hoe het gaat met de democratie, dat er ook verkiezers zijn. Maar goed, jullie vatten het sportief op. Toen wij begonnen aan dit avontuur, zo mag ik het wel zeggen, we hebben natuurlijk 4 jaar lang beleid gevoerd, samen met de VVD. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan, maar we hebben ook een aantal lastige dossiers voor de kiezer gehad. En we zijn, en dat is typisch CDA, natuurlijk nooit weggelopen voor de verantwoordelijkheid. Maar ik moet u wel zeggen, toen wij zeg maar, eind vorig jaar met de campagne de strategie bedachten, toen dachten we, nou, we hebben er nu 7, die willen we heel graag vasthouden. Maar we moeten echt ons stinkende best gaan doen om ons verhaal gewoon heel goed voor het voetlicht te gaan brengen. We hebben een campagne bedacht, een strategie bedacht. En die heeft ons dus geen windeieren gelegd. We hebben er goed over nagedacht, we hebben helder gecommuniceerd. En ja, dit is het resultaat. En ik kan u wel vertellen dat we daar, en niet alleen, maar mijn hele partij, onze hele achterban ook, ongelooflijk blij mee is. Dank jullie wel. We spraken met Paul Wallenbos van OLW. Vindt u het een verrassende uitslag vanavond? Met name in Groenlo, waar ik vandaan kwam. Dus wat dat betreft was het geen verrassing. Als ik kijk naar de hele uitslag, vind ik het wel verrassend dat het CDA toch weer de grootste partij is geworden. Dat had ik niet verwacht. Wat is voor u het belangrijkste de komende periode? Nou, voor ons is belangrijk dat er eerlijke, transparante gemeentepolitiek wordt bedreven. Zonder achterkamertjespolitiek. Dan valt dat nog wel mee in Oost-Gelre, maar het moet gewoon beter. Verder is voor ons de energietransitie en het vergroenen, meer biodiversiteit in onze gemeente. Ja, klimaatverandering, dat zijn voor ons echt wel belangrijke zaken. En daar zullen wij ook onze stem van laten afhangen voor elk onderwerp wat er langskomt. Wat zijn de belangrijkste zaken die zijn blijven liggen in de afgelopen periode? De afgelopen 4 jaar werd natuurlijk vooral bepaald door de corona. En daardoor zijn een aantal dossiers wel een beetje blijven liggen. En één daarvan is toch wel de energietransitie. We hebben daar, naar mijn mening, als gemeente te weinig achter het stuur gezeten en te veel aan de markt overgelaten. Dus wat ons betreft gaat daar vooral de burger weer achter het stuur zitten, achter de energietransitie. En om een voorbeeld te geven, wij vinden gewoon dat windmolens en zonneparken gewoon 100% in eigendom van de gemeenschap moeten komen. Walter Leemrijzen van het CDA gaf ook antwoord op onze vragen. Wat doet het CDA eraan om jongeren geïnteresseerd te maken in de politiek? Ja, dat we jongeren naar betrekken bij de politiek, dat was een van onze allerbelangrijkste speerpunten. We hebben daarom ook onze kieslijst, onze lijst zeg maar, enorm verjongd en vernieuwd. Dus heel veel jonge mensen zeg maar, weten te interesseren voor onze partij. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. Dat is echt niet gemakkelijk. Daar hebben we ook veel tijd voor genomen. En gelukkig is ons dat wel gelukt. Hè. We hebben dus, ik ben dan met 55, ik sta op 1, zeg maar, de oudste. Maar ja. Op 2 staat Judith Roting, die is 31. En op 3... op 2 staat Jeroen Gerritsen, die is 31. Op 3 staat Judith Roting, die is ook 31. Dus je hebt een hele jonge lijst en Bram Polman met 21, die op plek 10 staat. Dus en je merkt ook gewoon dat ook heel veel jongeren die normaal gesproken niet gingen stemmen, daardoor ook opeens dachten van, er is iemand uit mijn omgeving die dezelfde leeftijd heeft, die gaat op een kieslijst staan. Wat is dat voor iets? En laat ik zo'n gesprekje aanknopen met die persoon. En dat heeft heel erg goed gewerkt. Hoe heeft u de afgelopen 4 jaar ervaren? Nou, we hebben de afgelopen 4 jaar hebben wij met onze coalitiepartners de VVD heel goed samengewerkt. Dat kan ik gewoon volmondig beamen. We hebben echt op ook een aantal lastige dossiers hebben we gewoon goede stappen weten te maken, elkaar goed kunnen vinden. Maar ook op sommige vlakken ook met de oppositie goed kunnen samenwerken. Dus wij willen heel graag deze lijn die we de afgelopen 4 jaar hebben ontwikkeld, zeg maar, graag doorzetten voor de komende 4 jaar. Ja. Wat vindt u het belangrijkste voor de aankomende periode?
Nou weet u, dat kan ik eigenlijk niet eens zeggen. Want ik zei al in het verkiezingsdebat vorige week dat we eigenlijk het verkiezingsprogramma, al onze verkiezingsprogramma's, die kunnen we eigenlijk in de prullenbak gooien, bij wijze van spreken. Want de wereld is er sinds 2 weken geleden heel anders uitkomen te zien. Ik kan u verzekeren dat het financieel echt een hele opgave gaat worden voor alle Nederlanders, dus ook mensen in Oost-Gelre, om de eindjes aan elkaar te gaan knopen de komende jaren. We weten niet wat het allemaal gaat opleveren, maar één ding weet ik wel, en weten we wel, dat het echt een behoorlijke opgave zal gaan worden om ook de gemeentefinanciën goed voor elkaar te krijgen. Dus als u mij deze vraag zeg maar 3 weken geleden had gesteld, had ik gezegd, woningbouw, natuurlijk duurzame energie, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, hè, want je wil eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van Poetin, hè, om het zo maar even te zeggen. Dus daar gaan we ook echt stappen in zetten. Maar feit is wel dat, ga eens tanken, dan weet u wat het nu kost, hè, om een tank vol te gooien. Dus dat heeft gewoon zijn beslag en zijn effect op het dagelijks leven van mensen. En daar zullen we ook met de gemeente als gemeente mee te maken krijgen. En daar moeten we goed over gaan nadenken hoe wij dat op een goede manier gaan aanpakken. Want we willen niet, en dat is wel voor ons echt een heel belangrijk punt, we willen niet dat mensen tussen het wal en het schip gaan vallen. Dat is echt voor ons een heel belangrijk punt.